je pakt hem gewoon in één keer op. Goeie tip. Je moet een keer geld mee verdienen. Nee. Smoes je ernaast, hè? 1, 2, 3. Hallo, daar gaan we. We gaan vandaag maken... Tantarada! Sushi! En dat heb ik nog nooit zelf gedaan. Dus, ik ben heel erg benieuwd. Yola komt me zo helpen. Als het goed is, is onderweg. Ik heb alvast de rijst gemaakt. Zodat het lekker plakkerig en goed wordt. Deze rijst heb ik gebruikt. Tada! Deze plakken, dat zijn dus eigenlijk de dingetjes die eromheen komen. Bladen, sushi, nori. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Stokjes natuurlijk. En de rolmat, waar je ze in gaat rollen. Dan allerlei dingetjes om lekker als vulling te gebruiken. Dit heb ik. Komkommer heb ik. Avocado heb ik. Vegetarische dingetjes die ik nog even ga bakken eerst. We gaan dus alleen voor vegetarische sushi. Mayonaise. En sojasaus. Niet te vergeten natuurlijk. En gebakken uitjes. Vind ik zelf ook heel lekker. Mocht ik nog andere dingen gaan toevoegen, dan laat ik die zo nog even zien. Eerst deze even bakken. Sorry. Jij neemt een lopje met mij, hè? Het spijt me, maar... We gaan er als vulling in. Sushi naast, hè? Dit is echt het stomste aan koken. Roeren. We hebben eraf. En... dan de achterkant eraf. Nou, ik weet hoe dat moet. En dan doe je een stukje bordje. Zat even 10 minuten te proeven. En dan zet je het geluid op het hardst. En dan hoor ik dat heel erg. Waarom staat deze grote pan eigenlijk op een klein pitje? Omdat het niet zo hard hoeft. Bemoei je er niet mee. Hier. Bemoei je een keer gewoon met andere dingen. Tadaa! Avocado's! Komkommer. Ja, we komen er wel. Wat zegt hij nou? Hoog, een lampje hoog. Ja, een lampje hoog. Oké, wat moet je nu nog? Daar boven. Dan moet je daar, doe maar, 5 eitjes in tikken. Heel veel lampjes. Best makkelijk. Kijk. Open. Ja, open maken. Ja, ja, ja. Gaan we een lampje stellen? En klaar. Ja. We hebben vast. Zit er bloed in? Bloed in? Er zit echt zo'n rode streep erin. Nou, ik ga dus hier. 10! Beetje vreemd. Is eens gezien. Nou, volgende. Iets minder hard knijpen misschien. Ja, dat komt echt niet daar hoor. Nog een keer. Oh no. 1, ja. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Looking good, Jola. Kijk dan, man. Hey, een heel eitje, zo. Een eitje en dan doe je die daar. Zo. Is dus dat je dit omelet echt laagje voor laagje gaat bakken. Dan ben ik niet echt een geduldig persoon. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar dan schijnt het wel dat je echt een heel mooi dik omelet krijgt. Wat je daarna heel makkelijk in allemaal stukjes kunt snijden. Even kijken hoe het moet. Bart? Ja? Ik ben even hier mee bezig. Hoi. Oké, dan gaan we. Uitjes. Hey, Jess, kom. Oh no, we hebben geen aluminiumfolie. Maar maakt niet uit, we gaan het toch meteen eten. Bararara. Die gebakken uitjes is echt een aanrader. Oké, het nori blad erop.
En dan kan je het scheppen met een lepel in de pan. Ja. Oké, okay. Een lepel of 2,5? 2,5 lepel ongeveer. En dan ga je met je vork, althans ik ga dan met vork, de rijst verdelen aan deze kant van mijn mooriblad. Dus niet helemaal, want als je hem helemaal doet, dan kun je hem niet meer dichtvouwen. En dat verdeel je ongeveer tot net even. En dan kan je scheppen met een lepel in je pan. Oeh, die rijst is heel fijn zo. En met de voorkant kan je hem eigenlijk uit je lepel halen. Dan kun je hem lepel pakken. Ik gebruik meestal een lepel. Mag ik ook iets doen? 2,5. Het moet niet helemaal tot daar. Zeg maar een beetje tot hier. Jij mag kiezen welke dingetjes in de eerste gaan. Ik zat zelf denk aan van komkommer en avocado in de eerste. Ja, mag je dat er zo op leggen? Deze kant van de nori-bad. Dus niet helemaal. Want als je hem helemaal doet, dan kun je hem niet meer dichtvouwen. Even goed verdelen. Dus verdeel je ongeveer tot net even over de helft. Dat is komkommer met avocado. Oké. Hoezo mag je dat niet aan? Hier mag je het neerleggen. Hoezo mag je dat niet aan? Wat je doet? In die rand. Ietsje verder. Ja, zij heeft een strip gedaan. Veel handiger natuurlijk. Nou, heel maar gewoon zo. Is eigenlijk. Nou, wat je doet, wat ik doe, is ik pak hem op. Je houdt je groente eigenlijk tegen. En dan vouw je hem in één beweging dicht eigenlijk. Zodat je groenten niet meer kunnen ontsnappen. Zoals wat je hier ziet. Oh. Dan pak je hem over. Groenten zal gelijk ontsnappen. En dan kan je hem met je vingers ietsje verder doorrollen. En maak ook echt een rolbeweging. Want dan maak je jezelf gewoon veel makkelijker. Nou, lekker gekozen. Dan rol je hem eigenlijk door. Kijk, en dan zie je dat hij helemaal dicht gaat. Nou, bij het laatste stukje laat je hem even liggen. Dan pak je een beetje water op twee vingers. Beetje water? Dat had ik gewoon een bakje hier, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb hem al doorgerold. Maak je het laatste stukje van je nori-blad, maak je nat. En dan sla je hem meteen door. En probeer hem niet te rollen met je vingers, maar echt met je bamboematje. Anders dan pak je hem kapot. Sla je hem dicht. Dan ga ik een beetje knijpen. Dan wordt hij gewoon mooi rot. En dan een beetje knijpen. Bamboe blijf je eraf gehaald. Kijk, zij doet hier water tussen. Nou, trucje. Pak een stukje aan, Rolly. En dan moet je dus de overgang, onderleggen. Wij hebben trouwens nu meteen trek, maar het schijnt dat als je ze in de koelkast legt, dat ze wat harder en steviger worden. Ik zat me net gewoon voor te zien dat het hele ding zo. Dat hele zo groot hele ding gewoon zonder te snijden. Zo zou jij het wel eten, hè? Zo sushi lover ben jij wel, hè? Sushi lover in the house. En vooral sushi met avocado, want avocado ben ik ook een lover van. Dus sushi met avocado is echt perfect. Als er een beetje weinig in zit, dan is hij wel iets minder lekker, omdat hij een beetje droog dan is. Met die gewoon, ja, ik zou wat dingen. Ja, jij hebt sommige met een beetje weinig erin gedaan, hè? Bart eet zo ook mee, hoor. Maar we hebben even wat op een bordje gedaan voor Bart, want die was Jax al onder de douche aan het doen. En had heel veel honger.
Ja, het duurt nu een beetje lang. Ik zou zeggen, als je ook sushi zelf gaat maken, neem de tijd. Begin ergens in de ochtend. Leg het gewoon in een koelkast, in de vershoutfolie. En dan heb je het gewoon alvast gemaakt. En als je dan gaat eten, hoef je het alleen nog te snijden. Want anders duurt het echt veel te lang. Dan heeft iedereen honger. Ik ga een leuke tutorial geven. Tutorial. En dan ga ik dus jullie laten zien hoe dat moet. Als kind is het heel lastig. Of als volwassenen nog. Kan ook, als je dat gewoon lastig vindt. Om met stokjes te eten. Ik weet totaal niet hoe dat moet. Dus daar ga ik iets voor uitleggen. Je hebt twee stokjes. Oh, dat kwam boor. Je hebt twee stokjes. En dan heb je nog meer nodig. Even zoeken zelf hoor. Ik weet zelf niet eens meer waar de dingen zijn. Hier ga je heel strak omheen draaien met die elastiekjes aan de bovenkant. Maar ja. En dan heb je dus eigenlijk een soort dat het zo kan. Nou ja, eigenlijk moet je zeg maar die dingetjes, moet je eigenlijk alle twee naar zo draaien. Zo hoor je hem dus eigenlijk gewoon te eten. Dus je moet er alle twee gewoon recht staan, weet je wel. En dan moet je hem nog iets omhoog doen, denk ik. I don't know. Dan kan je zo eten, denk ik, of zo. You don't know. We don't know. He don't know. You don't know. She don't know. Hey, I don't know. I don't know. He don't know. Dat is niet grappig. Kijk, elastiekje vast. Kijk dan, ik pak hem gewoon in één keer op. Die elastiekjes werken echt. Kijk, ik leg hem bijvoorbeeld hierin. En dan moet je hem natuurlijk wel weer. Zie, je pakt hem gewoon in één keer op. Goeie tip. Je moet een keer geld mee verdienen. Nee. Ik heb dat maar allemaal willen doen, hè. Wat? Ik heb alles al een sushi willen maken. En nu heb ik het gewoon gedaan. Wow. Zo cool. Thank you. Alla. Alla, sake. Nou, soms is het super lekker, hoor.